Goedenavond iedereen, we gaan weer eventjes bellen met iemand van de Beat Wegploeg. Er kijkt nog niemand, maar als je dit later terugkijkt, dan weet je waar we het over hebben. We gaan namelijk bellen met Jacob Wijnsa. Jacob is performance manager bij de Beat Wegploeg. En die heeft natuurlijk van alles te maken met alles wat er nu gebeurt rondom het coronavirus. Dus we gaan eventjes Jacob erin gooien en we hopen dat het net wat sneller gaat dan bij Jan-Willem eerder. Dan hebben we snel gesprek. Kijk, dit ziet er goed uit. Jacob. Hey man. Hey. Goedenavond. Hoe is het? Goed. Met jou? Ja, prima. Je hebt een drukke tijd achter de rug, denk ik. Sinds donderdag, sinds de maatregelen zijn aangescherpt. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Dus mijn telefoon en laptop die staan geen moment stil op het moment. Ja, dat even. Dus ik vertelde net al, jij bent performance manager bij Beat. Ja. Bij de Beat. Wat betekent dat eigenlijk? Ja, in het kort, heel simpel, alles wat met presteren te maken heeft, dan moet ik overheen wrijven. Of dat gaat om de voedingkeuze van de sponsor voor in de wedstrijden. Of een stukje data-analyse voor de wegrenners. Op het gebied van training of op het gebied van wedstrijden. Dat is mijn taak. Het gebied van training is natuurlijk op dit moment wel een dingetje. Ja, want je coördineert trainingen en je begeleidt ook een paar renners, klopt dat? Ja, ik heb zelf een aantal renners onder trainingsbegeleiding. En verder hou ik vooral een schuin oog een beetje op dat die gasten de goede kant op gaan. Dus ik ga niet zeggen dat ze wel of niet goed trainen als ze bij een andere trainer zitten. Maar ik hou wel een beetje schuin oog om te kijken of ze in vorm zijn op het moment dat het nodig is. Een stukje analyse van de wedstrijden. Ja, we hebben natuurlijk 3 wedstrijden gehad. En is het wel leuk om achteraf even te kijken van wat is er nou wel en niet goed gelukt. Ja, want je hebt dus nu heb je te maken met aangepaste schema's. Dus alle renners zijn klaargestoomd voor de eerste paar wedstrijden. En waren zeker aan het opbouwen richting de rest van het seizoen. Daar is nu wat onzekerheid in ontstaan. Wat zijn de eerste dingen die je hebt gedaan om eigenlijk de renners weer houvast te geven? Want ik denk dat nu het belangrijkste is. Ja, kijk, dat is het bijzondere aan deze periode. De hele wereld staat eigenlijk gewoon in brand. En niemand heeft zekerheid. Ja. Ik ben wat dat betreft ook niet ontevreden met dat premier Rutte zo net vertelde dat we in principe gewoon dus nog mogen buiten fietsen. In Spanje en Italië mag dat dus niet meer. En dan moet je dus de tax op. Dat kan niet anders. Maar goed, ik heb met in principe elke renner de afgelopen dagen veel contact gehad, gebeld. En plannen doorgesproken. En je kunt een aantal dingen doen. Je kunt zeggen van ik ben goed in vorm en ik train even volle bak door. Nu het nog kan, want volgende week moet ik misschien binnen blijven. Ja. Je kunt ook zeggen van ik trek heel even de stekker uit, omdat ik toch qua motivatie wat moeite heb. Even rust en dan ga ik er nou weer goed opbouwen richting hopelijk mei of juni. Je moet ergens een keer iets gaan doen. Ja, want normaal train je per week, per maand met renners. Hoe doe je dat een beetje? Ja, in principe voor een goed trainingsschema heb je gewoon een jaarplanning. Of in ieder geval voor de eerste helft van het jaar tot aan halverwege het seizoen. Daar hebben we een rustige periode qua wedstrijden. Dus dan maak je een planning wanneer je in het seizoen in vorm bent. En hoe je daar naartoe gaat werken. En vervolgens ga je dan per maand of per week ga je die schema's invullen. Nu is het gewoon een beetje schipperen. Dus een beetje per week. Je kan lichte. Ja, je weet in elk geval, dit is de status quo voor de komende 3 weken. Mensen, dat hopelijk, hè? Ja. 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 Oké. Komen renners ook naar jou toe met bepaalde vragen? Zijn er dingen die opvallen waar renners nu mee zitten of twijfelen? Ja, ik heb gewoon. We continu best wel redelijk veel contact met die gasten. Dus tijdens die gesprekken komen natuurlijk wel vragen bovendrijven. In principe heeft iedereen gewoon een goede trainer achter zich staan, die zelf ook al een bepaalde visie uit heeft. Ze hebben ze ook uitgenodigd om zelf eerst een alternatieve planning te maken en dat vervolgens dan even met mij door te spreken. Ja. In principe ziet dat er gewoon prima uit. Vervolgens is het vooral van belang dat wij vanuit de ploeg een aantal regels, zeg maar, en een bepaald beleid opstellen om wat we wel en wat we niet willen zien. Ja, want daar heb je vanmiddag over Skype over gehad met een aantal mensen.
we zijn daar vrijdag gelijk al mee begonnen toen het, of donderdag eigenlijk al, toen was het onzeker of de Ronde van Drenthe door zou gaan. Nou, sindsdien hebben we dagelijks contact binnen het management ook. En ja, goed, vanmiddag natuurlijk weer. Ja. Ja, toen hebben jullie wat extra afspraken gemaakt, toch? Ja, ja, in principe het belangrijkste is dat we onszelf beschermen, maar ook de maatschappij natuurlijk. Trainen mag gewoon, kan gewoon, maar zorg ervoor dat je dus niet... de neiging is om zo'n koersvervangende training te gaan doen. Ja. Oftewel, we gaan gewoon lekker, dat zag ik hier in de polders in Zeeland dan ook, een groepje van 25 man die 2:40 gaat lopen knallen. En dat is heel aantrekkelijk en heel, heel begrijpelijk, maar misschien niet de goede keuze. Omdat je dan met 20, 25 man vol gas aan het rijden bent. En, je weet het zelf ook, als je echt hard aan het rijden bent, dan komt er nog wel eens wat snot om je oren, letterlijk of figuurlijk. Ja, dat is in dit geval natuurlijk geen goede optie. Nee. Dus dat is een van de dingen die we uitgesproken hebben, want dat willen we dus niet zien. Train alleen of met 1 of 2 vrienden, dat kan. Maar houd het echt heel klein en compact. Ja, oké. Okay. Interessant dus. En dat is dat ook, vind je dat ook andere fietsers dat moeten doen? Dus amateurs en mensen die, ja, die afgelopen tijd hebben getraind voor toertochten, Gran Fondo's, of gewoon graag naar buiten willen. Die zijn ook een beetje zoekende van, ja, wat is nou, wat is gepast, wat is sociaal geaccepteerd, waar word ik niet ziek van? Ja, kijk, ik vind uiteindelijk, iedereen moet zorgen dat hij... Ja, niet ziek wordt, zou ik bijna zeggen. Maar we moeten vooral zorgen dat de mensen om ons heen niet ziek worden. Ik vind het zelf niet zo erg als ik ziek word. Ja. Maar ik wil de rest om mij heen niet besmetten. Hè? Want mijn schoonvader van 62 of mijn vader van 65. Hè, daar moeten we vooral voor willen zorgen. Dus zorg ervoor dat jij het niet krijgt, zodat je de rest niet kan besmetten. Dat is een beetje uiteindelijk de boodschap. En ga je fietsen, ga dan dus niet met zo'n grote groep rijden, zou ik zeggen. Ik verwacht eigenlijk van ons als Nederlanders dat we ons daar nu aan gaan houden. Dat we ook gewoon echt even goed nadenken om de mensen, over de mensen om ons heen. Ja, ja, precies. Goed, goed punt. En je hebt ook een blog geschreven van het weekend. En die hebben we sinds vandaag ook op de Beat website staan. En net ook per mail uitgestuurd naar leden. Daarin vertelde je ook van dat het goed is om een beetje rustig aan te doen tijdens het fietsen. Vanwege je weerstand. Ja. Ja, als je een Ronde van Drenthe gaat rijden en je komt echt helemaal naar de kloten thuis, dan heb je dan gewoon echt een serieuze dip in de weerstand. Dus je weerstand gaat er tijdelijk echt wel fors van achteruit. Nou, dat wordt vrij groot gecommuniceerd de laatste tijd ook. Dat is echt zo. Dus hou daar ook rekening mee. En dan kreeg ik bijvoorbeeld vanavond ook de opmerking van iemand van, goh, dan mag ik wel zo'n hele zware training op de tax doen misschien. Ik zeg, ja, vervolgens ga je de supermarkt helemaal even een boodschapje doen. En dan loop je hem alsnog op. Dus in dat licht is het misschien een goede keuze om toch de intensiteit wat lager te houden. Hè? Ga lekker een duurtraining doen. Doe een keer een extra duurtrainingje als je daar de tijd voor hebt. Maar hou de intensiteit een beetje lager. Zorg er vooral voor dat je niet echt kapot thuiskomt. Als je de interval wil doen, dat kan wel. Maar als je normaal gesproken 10 intervalletjes zou doen, doe dan nu 6 van die intervallen. Dus dan heb je wel een beetje intensiteit binnen. Heb je de goede intensiteit ook wel binnen, alleen net niet, je zit jezelf net maximaal over de klink te jagen. Ja, maar dat vind ik wel interessant wat je zegt, want er is natuurlijk nu heel veel mensen springen nu op Zwift en gaan op Zwift koersen. En daarna waarschijnlijk of misschien boodschappen doen. Ja. Is het dan beter dat je dan de boodschappen doet op de dag dat je niet fietst, om het even heel optimaal te benaderen? Of, Ja, kan. Maar wat je ook ziet is, als je 4 dagen achter elkaar volle bak aan trainen bent, ben je de 5e dag nog steeds niet in orde. Ja. Ja. Dus ja, weet je, in dat licht zeg ik dan ook van, ja, denk daar gewoon eens goed over na. Kijk, op het moment dat je vandaag zo'n training doet en je bent gewoon goed fit, dat je dan overmorgen naar de supermarkt loopt, ja, weet je, dan zou het gewoon wel weer rechtgetrokken moeten zijn. Maar ik vind het misschien wel een slimme keuze om er toch even een kleine concessie in te doen. Ja. En er zijn ook andere manieren om het in ieder geval wel bij te houden. En intensiteit is iets, als je het nu onderhoudt, dan kun je, als je licht hebt, of zicht hebt op wanneer we weer kunnen gaan koersen, kun je dat vrij snel weer terug echt gaan opbouwen. Ja. Want op het moment dat we zicht hebben op wanneer de koersen weer kunnen gaan plaatsvinden, zitten we als het goed is echt serieus in de dalende lijn qua pieken. En dat betekent dus ook dat je dat er veel minder besmetting om je heen plaatsvindt. En dan is het risico allemaal heel wat minder groot.
dan zou je eens kunnen zeggen van ik ga het weer proberen terug op te bouwen. Ja, oké. Okay. Ja, interessant. Ja, we hebben net Rutte gehoord. Dus het lijkt erop dat we voorlopig niet afstevenen op zo'n scenario van Italië, Spanje. Maar hou je daar toch ergens rekening mee? Ook als je kijkt dus naar de renners qua planningen? Ja, kijk, dat moet je wel in je achterhoofd houden. We hebben natuurlijk ook een paar Belgische renners. Dus ik heb niet heel goed gevolgd nu hoe dat in België loopt. Maar daar zijn ook dit soort ontwikkelingen. We hebben bijvoorbeeld vandaag even nog een extra rondje gedaan om ervoor te zorgen dat iedereen een kikker thuis heeft. Mocht er zoiets gebeuren, dan kunnen we gelijk schakelen en kunnen die gasten op de kikker gaan trainen. En dan is het misschien de moeite waard om twee keer om de dag te gaan trainen. 's Ochtends en 's middags 2 uurtjes in plaats van 1 keer 4 uur buiten. Ja. Dus zulke soort scenario's moet je wel in gedachten houden. En daarom is het ook echt wel goed om dan in de eerste periode te kijken of je wat meer de duurtrainingen kunt houden. Zodat als je binnen moet trainen, dat je dan wat meer, wat korter met intensiteit kunt gaan doen. En dan hoef je niet 4,5 uur op die tax te gaan zitten. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, makes sense. Dat is eigenlijk alles waar ik nu even naar benieuwd was. Ik denk dat we elkaar de komende tijd ook nog wel vaker zullen spreken als de ontwikkelingen zich vorderen. Op een gegeven moment weten we natuurlijk wanneer er weer gekoers kan worden of niet. Of misschien valt het de andere kant op en moeten we allemaal echt binnen blijven. Dus ik denk dat het goed is als we elkaar tegen die tijd weer spreken. Ja, wat is jouw plan nu voor de komende tijd dan? Mijn eigen plan? Ja, want jij fietst natuurlijk zelf ook nog. Ik fiets zelf een beetje, maar voor mij is het eigenlijk vervelend. Want ik zit normaal fulltime op kantoor bij Beat. En dan 's avonds doe ik mijn trainingen op de kikker. En het weekend ga ik af en toe naar buiten, maar als het slecht weer is, dan doe ik ze ook weer op de kikker. Dus ik heb eigenlijk al een blok van 4 maanden achter elkaar nu achter de rug met dat soort trainingen. Weinig uren en veel intensiteit. Voor mij is het nu een beetje, eigenlijk is de druk van de ketel. En is gewoon als ik lekker kan fietsen, dan ga ik lekker fietsen. En ik zie het wel. Het haalt je wel uit je bubbel van je klaarstomen voor evenementen, voor wedstrijden. Het is nu meer van, ik ben blij dat ik gewoon kan fietsen en hopelijk gaat alles goed komen. Dus het zorgt voor mij echt voor een meer relaxte houding, maar wel met de nodige voorzorgsmaatregelen. Ja, nou, dat is natuurlijk ook wel belangrijk. En ik heb bijvoorbeeld vandaag ook met iemand gehad over zo'n bikepacking tripje. Dat heb je natuurlijk zelf ook wel eens gedaan, dat sfeer pakken. Dan op de fiets naar ben je toe gereden, Zwitserland en Praag een keer. Ontzettend tof. Hè? Dit zou normaal gesproken een periode zijn om dat perfect in te zetten, omdat je een duurtraining doet. Maar ja, vervolgens kom je bij andere mensen thuis. Ja, precies. Niet in je eigen bed. Dus dat soort dingen, ja, dan zeg ik ook in dit geval is dat gewoon echt even niet zo handig. Zoek leuke dingen op, maar dat soort dingen, ja, liever dan toch even niet. Even niet van die bikepacking trips doen. En gewoon lekker in je eigen bed slapen. Ja, precies. Zo sta ik er ook in. Dus uiteindelijk, ik denk dat het principe social distancing is vrij duidelijk. Wat mij betreft hou ik die omgeving voor mezelf in elk geval zo klein mogelijk. En dan moeten we gewoon in de gaten houden wat er gebeurt. Want Het kan ook zomaar een stuk erger worden. Die kans is eigenlijk vrij groot. Ja. Dus te hopen dat blijkt dat het dat zorg aan kan. Ik denk dat we nu nog maar een heel klein percentage van bezettingen gehad hebben. En dat we, zoals Rutte zelf ook al zegt, van we gaan hem nu krijgen. We gaan nou net een beetje beginnen. We moeten er gewoon met z'n allen een beetje op letten dat de rest ook gezond blijft. Ja, ja. Oké, nou goed. We gaan ons best doen. En blijven genieten van het mooie weer. Het is een uitzonderlijke week. De lente breekt door en we moeten zoveel mogelijk binnen blijven eigenlijk. Zet je de kikker in de tuin of op het balkon? Ja, die heb ik niet. Oh. Gewoon in de stad, hè? Ja, dat is waar. Ja. Nee, maar dat gaat allemaal goed komen. Super. Yes. Oké, okay, dankjewel voor je tijd. En dan spreken we elkaar binnenkort alweer. Is goed, we spreken elkaar. Oké, okay, hey, okay. Hoi.